Die gaat eruit totaal anders uitzien dan dat hij op dit moment is. MAP zit nu in een relatief oud gebouw. Ik vind het geen mooi gebouw. Het is een lelijk gebouw. En een heel groot lelijk kaal plein ervoor. Het heeft geen sfeer. Het brengt niets. We gaan daar een prachtig mooi nieuw complex maken samen met Wonion. En hopelijk ook de inwoners van Genderingen. Waar straks mensen zullen wonen. Mensen zorg zullen krijgen. Maar waar we straks ook verpleeghuiszorg naartoe gaan brengen. 24 plaatsen gaan we daar in ieder geval naartoe brengen. Zodat de Genderingenaar de mensen die daar in de omgeving wonen ook op die plek een plaats kunnen blijven wonen. Ik zou het liefst een gebouw zien wat heel mooi past in het dorp. Wat de dorpsatmosfeer ook weerspiegelt. En waar mensen echt als een centraal ontmoetingspunt bij elkaar kunnen komen. Met allerlei activiteiten die in het dorp plaats zouden kunnen vinden. En dat zijn er echt heel veel. Want Genderingenaren zijn, zou je misschien zo niet zeggen, best wel actief in het verenigingsleven. Er worden veel dingen ondernomen. Alleen op allerlei andere plaatsen. Dus, en op verschillende tijdstippen. En dat willen we eigenlijk bij elkaar brengen op één punt. Waarom is daarvoor gekozen? Omdat we in het verleden heel vaak zagen dat de mensen de zorg moesten volgen. En wij als Azora ook de visie hebben van de zorg volgt de mensen. Mensen, we willen graag in hun eigen plaats blijven wonen. En zouden niet vanwege zorg ook naar een andere plek of plaats toe moeten. En op deze manier denken we dat ook te kunnen bewerkstelligen. Veel Genderingenaren hebben wel eens de indruk dat er in Genderingen niet veel mogelijk is. Dat is in dit geval absoluut niet het geval. Mensen kunnen nu hun mond open doen en zeggen wij willen dit of wij willen dat. Waarom is ervoor gekozen om de partijen die op dit moment in de Gent zitten ook naar de nieuwe locatie te halen? Omdat we samen gewoon veel meer kunnen. Er ontstaat een win-win situatie zowel voor Wonion die eigenaar is van de Gent als ook voor Azora, als ook voor de lokale bevolking. Als we dingen kunnen concentreren op één plek en plaats, kunnen we het makkelijker organiseren, kunnen we het beter organiseren en kunnen we het ook goedkoper organiseren. Dus dat is ook een reden waarom we dit samen ook willen gaan doen.